ik doe ook avisagie. En ik ga nu bij mijn model van Weesma. Shana doet bij ons de allround schoonheidsspecialistenopleiding. En daarin, dat is een 3-jarige opleiding bij ROC Mondriaan. Waarin zij met name in het derde jaar specialistische technieken krijgen. In de eerste 2 jaar krijgen ze de algemene schoonheidsspecialistenopleiding. Waarin het een en ander wordt geleerd over een gezichtsbehandeling, een manicure, een lichaamsmassage. Maar ook epileren, het verven van wenkbrauwen en wimpers. Visagie is ook onderdeel van de opleiding en nagelstyling. In het derde jaar krijgen ze met name meer gespecialiseerde behandelingen zoals acne, shiatsu-massage, shiatsu-behandelingen, hotstone-massages, lichaamsmassage. Visagie en nagelstyling zitten in de opleiding. Dat is heel erg modegevoelig. Heel veel programma's doen een make-over en daardoor zijn er veel meisjes geïnteresseerd in de opleiding schoonheidsspecialist. Omdat ze denken dat ze dan de hele dag visagie en nagelstyling gaan doen, maar dat is niet het geval. Zij hebben een gedeelte natuurlijk van de tijd dat ze er maar mee bezig zijn. Wat hier gebeurt is eigenlijk, maakt een tekst of een afbeelding, die scan je in en dan maakt de laser die brand zeg maar laagjes weg uit het hout of kunststof en uiteindelijk krijg je een vorm in het hout. Het wordt eigenlijk gewoon als het ware weggebrand. Ik doe zelf industrieel design en dat houdt in productontwerpen. Dus ik maak van alles en dan dit soort machines en 3D printers moet je soms gebruiken om een project te maken of een product. Ik doe nu een opleiding ICT en elektrotechniek. Dat is een combi-opleiding. Ja, ik doe nu niveau 2, maar je kan uitbreiden tot niveau 4. En dat ga je dan naar Breda. Je hebt niveau 1 en 2 in Zoetermeer. En niveau 3 en 4 in Gouda. Ga je dan echt verder in de elektronica. Want dit is de toekomst wat we nu aan het doen zijn. Want uiteindelijk wordt dit alles gewoon zo. Met robots, automatisering en dat soort dingen. Daarmee zijn we nu al echt mee bezig. Wat voor werk gaan robots doen? Ja, de meeste dingen overnemen wat mensen nu doen. Bijvoorbeeld auto's maken, onderdelen in plaats van wordt automatisch dan gedaan door machines. De deuren van auto's, dat auto zelf maakt, automatisch gaan rijden op commando. Dat je alleen maar je bestemming zegt en dat brengt je naartoe. Daarmee willen we ook verder in de wereld mee komen. We zijn hier natuurlijk om te kijken of er iets voor Duco bij zit qua opleidingen. We zijn nog niet overal geweest, maar zelf denk ik dat er niet echt voor hem iets bij zit. Omdat zijn vader en ik denken dat hij naar de toneelschool moet. En, maar ja, misschien heb ik het wel helemaal mis, dus we gaan alle stands langs. Het lijkt me op zich wel leuk om een technische opleiding te hebben, maar een toneelschool, als mijn moeder dat leuk vindt, vind ik dat zelf ook wel leuk. Want ja, ik heb op toneelles gezeten en mijn moeder zegt dat ik het zelf heel goed kan. En mijn vader vindt ook wel dat ik er naartoe moet. Dus ik kan het beide gaan doen. Namelijk omdat daar de toekomst nu ligt, weet je, alles gaat met de tijd mee, de techniek ook. Er komen nu steeds zoveel nieuwe uitvindingen en als je daar nu ook werkzaam in bent, dan kan je ook blijven werken. Persoonlijk hebben wij thuis zelf een robotstofzuiger en dat vinden we wel prettig, want het stofzuigt goed. Maar persoonlijk heb ik altijd wel iets gehad tegen robots. Ik heb heel veel films over gezien en ik vind het een beetje eng. Nou, ik weet dat een robot natuurlijk alleen maar dingen kan doen zoals jij hem het aangeeft. En ik probeer er nu ook steeds beter mee toe te gaan. Dus een opleiding over robots zou me ook wel leuk vinden. Wel leuk. Alleen ik moet nog naar de middelbare school. Dus ja. Ja, dus heb jij een idee wat je wil gaan doen als je dit allemaal ziet? Ja, ik vind acteur ook wel leuk, maar ook presenteren. Net zoals wat ik nu doe. Nou, in het nieuws of het klokhuis. Ik ben zo'n interieuradviseur. Ja, ik heb deze opleiding uitgekozen omdat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind om dingen te veranderen. Ontwerpen. Dus vroeg is dit begonnen. Ik ben begonnen met mijn eigen kamer en tot verveling stond ik de kamer van mijn moeder. Alles te veranderen en nou, uiteindelijk ben ik hierbij gekomen. Ja, dit past het best bij mij. Je ontwerpt alles, je kiest naar de klanten, je ziet wat hun doen. Ja, daar leer je een hoop van. Dus daarom ben ik eigenlijk voor deze opleiding gegaan. Ja, wat heb je allemaal geleerd? Tekenen leer je heel erg goed. Je leert de basis, je leert alle verschillende stijlen. Je leert eigenlijk vooral de kleuren, hoe alles samen wordt, eigenlijk hoe alles één geheel wordt. Ik ben Nanda, ik ben van de Parnassia Groep en wij zijn een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. En wij bieden stageplaatsen voor mensen die allerlei soorten opleidingen volgen op mbo en op hbo niveau richting zorg en welzijn. We heel graag mensen willen helpen, heel veel geduld hebben voor de zorg.
heel goed met mensen om kunnen gaan, flexibel kunnen zijn, verder heel goed kunnen omgaan met ook de familieleden, de ouders van mensen. Ja, kortom eigenlijk heel erg veelzijdig. Twee opleidingen, dus de opleiding Sport en Bewegen en de opleiding Lifestyle. Het bestaat nu 4 jaar. 5 jaar geleden met het werkveld rond de tafel gezeten en daar hebben wij hebben gekeken van wat speelt er nu in de markt. En toen is deze opleiding tot stand gekomen met de 3 pijlers. En de pijler bewegen, voeding en gedrag. En dat loopt als rode draad door de opleiding. Dus minder prestatiegericht en meer de sociale kant op. Esther Westerveld, ik ben werkvoorlichter van Defensie en ik moet een stukje vertellen over Defensie. Nou, Defensie bestaat uit 4 krijgsmachtsonderdelen: de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Marechaussee en de Koninklijke Luchtmacht. Wil je bij ons komen werken? Is dat mogelijk? Ja, zeker wel. Je moet wel de juiste vooropleiding hebben. Het is wel mogelijk om in een VMBO kader om bij ons te komen solliciteren. We hebben MBO 3, 4 mensen nodig die die opleidingen hebben afgerond, maar ook HBO, VWO. Als je die opleidingen ook hebt gedaan, ben je ook bij ons zeker welkom. Ik vind het heel leuk, want het heeft vooral met sport te maken. Ik zit er nog over na te denken als ik dit wil doen, maar mijn vriendin die wil het heel graag doen en misschien ga ik wel met haar opleiding beginnen. Ja, ik vind het leuk om te helpen bij andere landen. En ja, mijn neef zit erin en mijn oom zit erin. En ze hebben allemaal verhalen verteld en dat spreekt me heel erg aan. Ja, wat spreekt jou zo aan? Want het is toch ook gevaarlijk? Ik vind het echt, ik vind het fijn om mensen te helpen. En vooral op zo'n manier, want ik hou niet echt van in een kantoortje zitten of zo'n werk doen. Want ja, dat spreekt me niet echt aan, want ik kan niet zo heel lang stilzitten. Dus ik vind het, ja, ik vind het leuk. Je kan in oorlogsgebieden komen. Ja. Maar daar ben je niet bang voor? Nee, want ik doe het voor goed.